De laatste trein op de Hoekse Lijn. Hij vertrekt om 12:30. We zijn iets te vroeg, maar we gaan wel even een kijkje nemen. Ik word moe, waarom vraag je steeds wat ik doe? Meen niet waar ben je, meen niet waar ga je naartoe? I love you, oké, schatje, maar ik ben... De laatste rit op de Hoekse Lijn, waarom ga je mee vandaag? Ja, voor nog gewoon één keer meemaken, dat is super mooi. Ik ben natuurlijk heel vaak mee geweest en dat wil je gewoon nog een keer meemaken. Dat is super mooi om nog een keer te voelen en de sfeer. En er zijn natuurlijk heel veel mensen. En dat is natuurlijk leuk om even te proeven en te zien. Ja, u bent de getuige van de laatste rit naar Hoek Voorland. Jawel, vanaf Rotterdam. En het is feest. Gaan we naar Hoek Voorland. De allerlaatste rit. En nu gaat het allemaal meemaken. En ik ben uw conducteur voor vandaag. Welkom, dames en heren, bij de laatste rit. Jawel, de allerlaatste rit naar Hoek Voorland vanaf Rotterdam Centraal. Ik mag vandaag uw conducteur zijn en er zijn vele interessante sprekers. En nog belangrijker, zometeen een borrel. Aan de Hoekse Lijn heb ik veel leuke herinneringen. Vroeger ging ik zomers vaak met vrienden een dagje gezellig naar het strand of een dagje naar de stad voor het bezoek aan de bioscoop of winkelcentra. Dan mocht je een eigen treinkaartje kopen en zonder auto's met ouders met de trein reizen. Dat was toen heel wat. Later en nu nog steeds maak ik dagelijks gebruik van de Hoekse Lijn om van school of naar werk te gaan. Op die manier heb ik de spoorlijn van alle kanten gezien, van de oude Mat 64 tot de snelle sprinters die je van en naar Schiedam brachten, in centimeters sneeuw of juist met tropische temperaturen op weg naar het strand. Miljoenen mensen, even zoveel verhalen, via stalen rails mee met de trein. Noem het Hoek van Holland, misschien beter nog Europa in het klein. Of de wereld zelfs van Engeland aan de overkant van verbinding in de ban. Tot Haltehoek als startpunt richting Stockholm, Moskou, China of Japan. Zover gaan we vanavond niet, tenminste. Dat is mij niet verteld. Maar het is goed om te weten dat we op deze route wel geteld de tel kwijt zijn. Van producten tot personen. Hele ladingen ertsen, kolen, etenswaren en andere goederen goed verscholen in miljoenen wagons. Van daar naar hier of andersom. Vannacht vieren wij geen einde, maar de doorstart van wat in 1893 begon. Keihard economisch belang, voort in de vaart der volkeren, import, export, vervoer om ons te helpen sjouwen. Handel kun je al heel wat eeuwen ook per trein naar Rotterdammers toevertrouwen. Na gedane arbeid is het goed rusten, toeristen in eigen land. Ook ik ging vroeger vaak per trein een dagje naar de waterkant. Weg uit de dagelijkse sleur naar waar de geur van de zee wacht. Iedereen die mee mag, het spoor voor jong en oud naar Haltehoek. Met de H van heimelijk naar rust op zoek. Van stad naar strand, een 125 jaar oude ontsnappingsroute. Hoe moeten we die uitzwaaien? Vluchten als de lucht blauw, uitwaaien, een briesje neemt je zorgen mee. Zon hoog aan de hemel, al is het maar voor even, luisteren naar het ruisen van de zee. Van zwart-wit beelden naar een keur aan kleuren, altijd licht, lucht en water. Nostalgie is prachtig, maar we bewegen altijd richting later. Altijd door, altijd vooruit, terugkijken is leuk voor jezelf. We moeten verder, we moeten beter, innovatie is het enige dat helpt. Hallo metro, tweede leven, maar eerst nog even die laatste meters hoor. Treinen houden op met rijden soms, maar de trein die tijd heet, dendert door. Melancholisch, de laatste reis misschien, voor sommigen ook wel verdrietig, omdat ze heel veel jaren op deze lijn hebben gewerkt als NS'er, ProRail. Daarvoor kan toch ook nog maar even een bedankje voor al die jaren. Duizenden mensen zijn naar Rotterdam vervoerd met deze trein om daar te gaan werken of om studie te gaan doen of gewoon uit te gaan. En dan kunnen we nu het gevoel beleven hoe het is om na de kroeg en het uitgaan de laatste trein weer terug te nemen naar Hoek van Holland. Dames en heren, voor de laatste maal stoppen we hier zo in Hoek van Holland haven. Wij danken u voor het meereizen en vergeet aan de linkerkant niet uit te stappen. Het is moeilijk, maar blijf met me rooien. Burgemeester Lamers, de Hoekse lijn verdwijnt, maar er komt een metrolijn voor terug. Wat betekent dat voor Schiedam? Voor Schiedam betekent het een nog betere verbinding, hogere frequentie, betere kwaliteit. Dus ik denk dat Schiedammers erop vooruit gaan. A, als we naar Schiedam aan zee gaan om van het strand te genieten. Maar het is ook een goede verbinding naar Vlaardingen-Besluis. Met hoge frequentie, prima verbinding.